De laatste activiteit op het trainingskamp in Bilek was de oefenwedstrijd tegen Chemnitzer FC, een ploeg uit de Duitse derde Bundesliga. De Graafschap verloor met 4-3. Hierbij de goals om een rij en enkele hoogtepunten. Jan, een 4-3 nederlaag tegen Chemnitzer vandaag. Wat zegt jou deze wedstrijd? Ja, vind ik altijd lastig in te vullen. Ik vind wel dat er momenten zijn dat we het goed ingevuld hebben. En ook absoluut momenten dat we het niet goed gedaan hebben. Omstandigheden waren wat lastig. Iets kleiner veld, wat stroeven daarin. Baltempo aan de lage kant. Ja, en een scheidsrechter die gewoon alle kanten opfluit. Waar het heel lastig is om daar goed mee om te gaan. En dat laatste denk ik uiteindelijk heel wel gedaan. Daar ben ik wel heel blij mee. Wat waren verder de verbeterpunten bij zo'n wedstrijd? Nee, voor mij de verbeterpunten is, wat ik in de groep ook aan wil geven, met name het baltempo. En dat moet veel hoger liggen. En dat was vandaag lag dat gewoon aan de lage kant, ook door de omstandigheden. Ondanks het feit dat je daar de hele week op gehamerd hebt? Ja, alleen wat we dus vandaag hebben gehad is stralend mooi weer. Dan heb je iets langer gras, ja, en dan loopt de bal iets minder hard. En gisteren lag er veel water op. Dat is ook de enige dag zeg maar, dat het iets minder qua omstandigheden is geweest. En de rest van de week waren de omstandigheden natuurlijk perfect. Nou goed, en dan loopt de bal natuurlijk. En dan zie je ook gewoon hele goede dingen. Alleen vandaag was dat minder. Als je nou kijkt, volgende week de eerste wedstrijd in de competitie. Heb je dan genoeg beeld naar zo'n wedstrijd? Of zeg je, ik ben blij dat ik nog een week met de jongens aan de slag kan? Nee, ik denk dat het altijd goed is nog een week met de jongens aan de slag te gaan. Het voordeel wat we nu hebben gehad hier, dat we onder ideale omstandigheden hebben kunnen trainen. Nou goed, dat was ook de insteek van het verhaal. De eerste week moeten we sowieso een goede week kunnen maken en dat is hier wel gelukt. Dat is dus één van de doelstellingen. Je wilde direct goed kunnen trainen, geen risico nemen. Nou ja, prima, we hebben één ochtend regen gehad en één middag zijn we de gym in geweest. Als je kijkt naar het totale trainingskamp, wat is dan je gevoel? Nou, daar vind ik het, hou ik er in ieder geval een goed gevoel aan over. Aangekomen, overdag ook. Hè. Dus daarin ook geen nachtrust gemist. Ik denk dat het ook een hele belangrijke is. Nou goed, en dan veel kunnen trainen hier. Nou, met de groep wat zaken aangescherpt. Naar elkaar toe, met elkaar toe. Zeg maar, door de tweede seizoenshelft dat er absoluut nog heel veel werk te verrichten valt. Nou goed, ik denk dat dat wel gelukt is. Sommige mensen zeggen, ja, trainen kun je ook in Nederland, zeker als er geen sneeuw en ijs ligt. Maar wat zijn de nog extra elementen die je hier kunt doen? Bedoel je dan ook de meetings die je s'avonds met de jongens hebt gehad? Ja, je zit gewoon veel langer bij elkaar. De meetings s'avonds dan, die zijn extra. Nou, en de jongens onderling natuurlijk de omgang met elkaar, wie ze normaal veel minder hebben. En hier nadrukkelijk veel meer aanwezig is. Mark Diemers is op de dag dat wij vertrokken meegevlogen naar Turkije. Hij heeft op het veld nog niet zo heel veel met de groep kunnen doen, wel wat individueel. Hoe verwacht jij die situatie komende week? Ja, dat is wel even afwachten. Dus vandaag hebben ze wel wat meer gedaan om te kijken of daar een reactie op komt en waar de pijn zit. In het begin van de week hebben ze heel bewust rustig daarin opgebouwd. Om te zorgen dat het niet iets langdurig zal worden. En dan gaan we volgende week kijken hoe die ervoor staat.
Terugkijkend, trainingskamp Bilek 2016, geef jij het cijfer? Altijd voor verbeteringen vatbaar, maar ik ga voor een 7 tot een 8. Hey superboer, heb jij jouw halve seizoenkaart al? Kijk op www.degraafschap.nl voor meer informatie.